Helemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is wel al avond. Ik heb vandaag veel gedaan. Niks gefilmd, maar goed. Ik weet dat ik een beetje achter ben gaan lopen met mijn vlogs. Ik hoop dat zodra dit online staat, er alweer iets meer online is gekomen. Zo niet, dan komt het eraan. Ik heb het gewoon echt de afgelopen 2 weken bizar druk gehad op school met de eindvoorstelling. En deze week moet ik nog 1 tentamen doen. En dan ben ik klaar voor dit jaar. Dus ja, dan is het vakantie. En volgende week ga ik met mama naar Londen. Waar ik echt super veel zin in heb. En in de vakantie ga ik proberen om een beetje mijn YouTube game weer bij te werken. Ik denk dat er alsnog niet elke week 2 video's online gaan komen. Omdat ik ook wel best een drukke vakantie ga hebben. Maar ik ga wel weer proberen om gewoon weer elke week in ieder geval een weekvlog te uploaden. En wie weet ook nog wat leuke andere video's. Dus dat komt eraan. Ik ga nu ook even editen en ondertussen een film kijken. En ja, dat is een beetje mijn planning voor vanavond. Lekker rustig avondje. Daar ben ik echt heel erg aan toe. Want ik heb het echt mega druk gehad dit weekend en deze week. En ja, echt fijn om eindelijk weer even een keertje rustig aan te doen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren mijn nagel gescheurd en dat is heel irritant, want nu blijf ik overal aan haken. Maar goed, ik ben op school. Ik ga nu even inzingen, want ik moet straks nog zingen voor de docenten. Dus dat vind ik zeer spannend, maar dat is een van de laatste dingetjes die ik nog, wat ik nog moet doen dit jaar. En ja, morgen nog competentietentamen en dan heb ik eindelijk echt officieel vakantie. En dan heb ik als het goed is mijn P gehaald en dan kunnen we feesten en dan ga ik naar het tweede jaar. Dus dat is super leuk. Maar ja, ik ga nu even inzingen. Want dat moet ook gebeuren. Kijk eens wie er in mijn kamer zijn. In de nieuwe kamer. Ja, vet gezellig. Jip is nooit gezellig, behalve als de camera aanstaat. Dat is echt niet waar, want ik sta 2 keer zo kut op de vlog. Dat is echt niet waar. Goedemorgen, het is tijd dat ik even de afwas ga doen, dus dat ga ik nu even doen. Jullie staan op een kastje. En ga ik ondertussen even vertellen hoe mijn leven er nu uitziet. Wacht, ik zet jullie even in het andere kastje, want dat ziet er denk ik even beter uit. Oké, goed. Gisteren moest ik dus nog voorzingen voor alle docenten. Was geen tentamen of iets hoor. Het was gewoon nog een momentje om mezelf te laten zien. Dus dat was echt super fijn. En dat ging echt heel erg goed. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Vandaag heb ik mijn laatste tentamen voor dit schooljaar. Als ik dit tentamen heb gehad, dan heb ik officieel vakantie. En heb ik ook waarschijnlijk mijn propedeuse. Bizar. ja, ik heb vandaag een competentiegesprek. Dat is eigenlijk, ja, voor het vak SLB hebben we heel veel verslagen moeten maken. En reflecties en doelen moeten stellen voor dit jaar en dat soort dingen. En daar heb ik vandaag dan een gesprekje over. Ja, als ik die heb gehaald, dat hoor ik ook gelijk vandaag, dan heb ik mijn P. En dan, ja, dan heb ik vakantie en ga ik naar het tweede jaar. Ja, vind ik heel raar, maar wel fijn ook wel, want ik ben op zich ook best wel toe aan vakantie. Dus ja, ik vind het wat. Dit jaar is echt bizar snel gegaan. Ik vind het echt oprecht gewoon heel raar dat ik nu naar het tweede jaar ga. Er zit echt iets in mijn oog. Ja, ik weet niet. Ik vind het heel spannend om naar het tweede jaar te gaan. Ik weet het, we hebben 4 jaar school en dat is best wel lang. Maar toch, als ik al bedenk hoe snel dit eerste jaar is gegaan, dan denk ik echt, het gaat waarschijnlijk allemaal alleen nog maar sneller na dit jaar. Dus ja, dat vind ik gewoon heftig. Ik weet niet. Maar ja, ook wel weer heel erg leuk om naar het tweede te gaan. Want dan komen er weer allemaal nieuwe dingen. En weer leuke nieuwe momenten om onszelf te laten zien. En dat is gewoon wel, dat is gewoon wel heel erg fijn. En daar heb ik wel gewoon echt zin in. Ja, weet je wat raar is? Vroeger, als je op de basisschool zat of middelbare school, dan keek je echt enorm uit naar de zomervakantie. En nu, kijk, ik vind het lekker dat ik vakantie heb. Maar aan de andere kant
heb ik ook zoiets van, ja, ik wil eigenlijk ook wel lekker in mijn ritme blijven en dingen blijven doen. En ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel raar. Vroeger was dat echt, oh my god, eindelijk vakantie. En nu denk ik echt, ja, oké, wel lekker, maar hoeft eigenlijk niet. Dus ja, ik weet niet, vind ik grappig. Maar goed, ik ga even de afwas afmaken en dan ga ik zo meteen naar school. Nog even laatste dingetjes doen en dan straks mijn laatste tentamen. Good morning, het is vandaag donderdag. Ik heb de afgelopen dagen echt weer heel weinig gevlogd voor mijn gevoel. Maar goed, ik heb gisteren mijn laatste tentamen gehad en ik heb mijn proppenduizen binnen. En ik heb vakantie en ik ben tweedejaars vanaf nu. En ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik vind het echt bizar, dit jaar is zo snel voorbij gevlogen. En nu ben ik gewoon tweedejaars. Ja, ik kan dat nu officieel zeggen, want ik heb mijn eerste jaar gewoon gehaald. En ik heb een 8 op mijn SLB gesprek gekregen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik had er ook echt heel erg hard aan gewerkt. En best wel veel moeite in gestoken. Dus ik ben er echt heel blij mee. Dus ja, nu is het officieel vakantie. Ik blijf nog tot zaterdag hier in Tilburg. Ik ga zaterdag nog naar de Efteling. Samen met Kees, Dirk, Bjorn, Bob en Anne. En daar heb ik echt mega veel zin in. En dan ga ik zondag naar huis. En maandag naar Londen. En dan kan mijn vakantie officieel beginnen. Dus dat is echt super leuk. Ik ga nu zo meteen naar school. Ik ga nog even zingen vandaag. En ja, dat eigenlijk. Dus ik ben een gelukkig persoon. Yay, we gaan lekker barbecue met z'n allen. Woo! We hebben vuurtje gestoken met z'n allen. Want we hebben onze P. Ja? Ja jongens, op naar het tweede jaar. Stop. Het waren kippertjes. Echte kippertjes. Kippertjes. Die we boeken, dat geloof geen kip. Een kip is niet, hè? Maar nee. Oh my god. Houdoe! Daar! Daar! Het schiet niet op. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik loop natuurlijk weer precies tegen de zon in. Love my life. Maar we gaan vandaag naar de Efteling. Ik heb er zin in. Nou, daar gaan we. Ja hoor. Lekker broodje erbij. Kale. Het chocoladebroodje of niet? Waar ben ik? Huh? We zijn er in een wereld vol wilde dieren. Kijk, een draak, een draak. Hey! In de Efteling, wow. Lekker snel lopen voor de baron. Yeah. Ik ga toch stuk. Oh, rennen. Rennen, Dirk, rennen. Nou jongens, daar gaan we. Zijn jullie ready? Rennen. Oké, het plan is, we rennen gelijk naar de baron. Dat is ons plan. Samen met al deze mensen. Noemen we het Efteling de marathon. De marathon van de Efteling. Met iedereen die onze tegenstander is, want wij willen als eerste de baron. En de challenge is om zo min mogelijk kinderen omver te rennen. Ja. Of zo veel mogelijk juist. Rennen. Ja, kind, wacht even. Ik ben er weer achter gekomen dat ik de conditie van de koe heb, maar we zijn er. Yes. Yes. Vooraan. Een beetje bezweet, maar dat mag. Best een warmdag. Jongens, raap me op. Dit is de eerste keer in de baron. Ja, ik heb de baron overleefd. Ik leef nog. Je deed het goed, joh. Ja, ik was goed. Nee, het was echt fantastisch leuk. En nu gaan we in de piranha. Lekker nat worden, hè, meiden. Lekker. Gelukkig kan je iPhone tegen water hebben, Emma. Ja, gelukkig. Ik ga gewoon de hele rit filmen. Luister, mijn broekje is nat. Luister. Ik heb water. Ik ben zo nat. Welkom bij de spookvlog, deel 2. Welkom in mijn spookslot, kom verder. Aangenomen. Jongens. Ja.
film dit. Oh! Film dat. Vicky. Er was maar één plaat. De boze heks is genaamd. Ja, ja. Die leeft van de grote bij de regio. Nou, we zijn nu bij Symbolica. Wat? Ik was zeker niet 3 uur te laat ofzo. Nou, we zijn nu dus in de rij en we zijn nu bij een heel cruciaal moment aangekomen. We moeten namelijk kiezen in welke route. Je hoort hier waarschijnlijk niks. En misschien wel. We moeten nu kiezen in welke route we gaan. Dus zitten we in de heldenroute, de schatroute of de muziekroute? Oh, we zitten in de Symbolica. Oh. Het is heel leuk. Met een man. Nou, de jongens gaan zo meteen in het schommelschip. Ik niet, want ik word daar echt kotsmisselijk van. Maar ik denk dat het erg leuk is als ik ze zo meteen ga filmen. Ik denk dat we dan echt kunnen lachen. Oh, ik vind het zo'n walgelijke attractie. Als er iets is waar ik niet in ga, dan is het het schommelschip. Zitten ze hoor. En nu zijn we weer bij Caro beland. Hoeveelste keer is dit, Bob? 6e keer helaas. Nee, 5, toch? 5, sorry. 5. En hoeveelste keer is dit voor jou? 4e keer. En voor jullie? De 6e keer. En mijn 3e keer, Caro. Yeah. We hebben er heel veel zin in. We hebben er wel zin in. Oh, ik ben eindelijk thuis. Ik ben echt helemaal gesloopt. Het was een fantastische dag. Echt waar. Echt een hele leuke dag gehad, maar nu ben ik kapot. Dus slaap lekker. Oké, het is vandaag zondag en ik ga nu Tilburg verlaten en naar huis. En ik vind het nogal moeilijk om mijn kamer achter te laten voor 6 weken. Maar ik denk dat ik alles heb ingepakt wat ik mee wil hebben. Dus ja, let's do it. Oké, nou... Daar gaan we. Doei kamer. En toen kwam ik erachter dat ik weer vergeten ben om deze vlog af te sluiten. Echt, ik moet echt leren om de vlog af te sluiten. Want dit is volgens mij echt al de zoveelste video waar ik de afsluiting later moet filmen. Maar goed, bij deze. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!